En welkom bij Setup. Mijn naam is Tijmen Schep. Setup is een medialab. Dat is een complexe term, maar in wezen is het een culturele instelling die nieuwe technologie onderzoekt. Wij organiseren vooral events, dus bijeenkomsten waar mensen samen kijken wat er kan met nieuwe technologie. Technologie is iets waar je heel veel nuance in moet aanbrengen als je dat wil begrijpen. Het is niet per se een totale revolutie waar alles beter wordt en het is ook niet het einde van de wereld. En juist die middengrond vinden vergt dat je de tijd neemt om kennis op te doen, om te snappen wat er aan de hand is. Moet je onderzoeken. En als je dat doet, dan krijg je een complexer beeld en daarmee een beter beeld. In de stad van de toekomst verandert qua cultuur heel veel. We zullen andere ideeën hebben over wat cultuur is, hoe we die uiten, waar we die vinden. Veel van de zelfsprekendheden van vroeger die vallen weg. Waar dat dan komt is ten dele denk ik door het internet. Mensen hebben andere verwachtingen. Mensen kunnen veel meer cultuur al online opsnuiven. Ze zijn veel meer op de hoogte of kunnen ontdekken waar spannende dingen gebeuren. Dus je hoeft niet meer per se naar een bepaald kanaal toe. Naar een bepaalde plek om dingen te vinden. Je ontdekt dat wel. We zijn in het Tivoli Vredenburg. Wat wij hier organiseren is Bring Your Own Beamer. Mensen nemen hun eigen beamer mee. Eigen laptop. En wij regelen alleen maar stromen en wat tafels. En mensen projecteren vervolgens hun werk een avond lang op de muren. Dus het is echt een soort feest, maar tegelijkertijd een soort galerie en tentoonstelling van nieuwe creaties en kunst. Het zou echt fantastisch zijn als deze ruimte een soort woonkamer van Utrecht werd. Waar iedereen events kan organiseren en iedereen zijn bottom-up dingen kan doen. Ik denk dat dat soort ruimtes belangrijk worden voor de stad. Een van de thema's waar het Setup heel erg mee bezig is dit jaar is surveillance. En dan vooral het idee dat niet alleen maar Big Brother ons gaat bekijken, maar dat we allemaal little sisters worden. Dat we allemaal zelf elkaar gaan bekijken. Ook wel surveillance. Wat je vaak hoort, uit de mond van Mark Zuckerberg bijvoorbeeld, is dat privacy niet meer zou bestaan of niet meer relevant is. Nou, dat vinden wij compleet onzin. Privacy is fundamenteel menselijk en heel belangrijk. Dus een van de andere belangrijke ruimtes in Utrecht de komende jaren zal de privéruimte zijn. De thuisruimte. En die steeds verder afbrokkelt of waar... samen met publieke ruimte waar allemaal spannende dingen gebeuren rondom surveillance, elkaar bekijken en controle proberen te houden over de burger. Dat zijn echt spannende en relevante issues en wij vinden het niet alleen belangrijk om de expressieve kant van technologie te onderzoeken, maar ook de politieke kant en de macht die daar rondom zweeft.